In deze video gaan we deze bathbomb van Lush uitproberen. Of eigenlijk moet ik zeggen bathbombs, want het zijn er twee. Het is een lammetje of schaapje. Weet jij nog hoe die heette? Nee. Ik ben het even kwijt. Ik zal zo meteen opzoeken en als tekst onder in beeld zetten. Maar volgens mij is het woord lammetje erin verwerkt. Ja, je kan natuurlijk in twee gedeeltes doen. Maar voor de video vind ik het wel leuk om gewoon beide bathbombs in één keer in het water te doen. Daarvoor? Ja. Ik leg het lammetje nu in het water. En dan hoop ik dat ik heel voorzichtig mijn hand weg kan trekken. Nee, helaas. Het schaapje ging toch draaien. Even mijn licht bijstellen. Gaat snel, hè? Ik zie daar blauw. Dat is natuurlijk het blauw van het neusje en de pootjes. En alle... het haartje. En haartjes, ja. Alle bathbombs worden handgemaakt. Dus daarom kan elke bathbomb er weer anders uitzien. En dit is dus de Pasencollectie. We waren zondag in Hoogkaterijnen bij de Lushwinkel. En toen zei die mevrouw daar dat dit een heel mooi schuim gaat geven op het water. Het wordt inderdaad heel wit. Want eigenlijk ben ik op zoek naar iets meer kleur, maar... Hier is een beetje blauw. Een beetje blauw, hè? En daar. Want ze wilde nog demonstreren, heb je dat gemerkt? Was je daarbij? Was je aan de andere kant? Maar dan vind ik altijd zonde. Dan zeggen ze, wil je hem zien? En dan denk ik, ja, het is toch zonde om dan in een schaal die bathbomb te leggen. Wij gaan zo meteen lekker in bad. Ik had gedacht dat er misschien meer blauw vrij zou komen, maar dat is niet zo. Ja, en hij rook net, toen hij nog niet in het water was, een beetje naar vanille. Ja. En nu raak jij nu iets? Een beetje, ja, muntig of zo. Muntig? Ja. Nou, ik zal zo opzoeken wat erin zit. En één ging heel snel en die is nog heel rustig aan het uitbruisen. En het bruist nog steeds, maar kijk, bijna verdwenen. Ja, mijn dochtertje is aan het popelen. Waarom? Omdat ze hier nog een stukje badklei heeft van het dinosaurus-ei. En daar wil ze zo meteen mee spelen. Nou, ik denk dat hij uitgebruist is. En zo ziet het bad er nu uit. Eerlijk is eerlijk, niet heel spectaculair, hè? Ja. Dat was de ene kant. Ik weet niet meer of het hoofdje is of het lijfje. En dat was de andere kant. Nou, wij gaan nu lekker samen in bad en straks gaan we vertellen hoe het is geweest. Ik ga toch nog even een stukje laten zien aan jullie. Dit zijn de handen van mijn dochter. Die lekker met badklei aan het spelen is. Want wat me echt opvalt in het bad, is dat het water eruit ziet als, ja, melk, zei mijn dochter net. Het is niet doorzichtig. Dat had ik wel verwacht. Ik dacht, je hebt een witte schuimlaag. En dan is het water verder doorzichtig. Maar dat is dus niet zo. Want ik doe mijn hand nu langzaam naar boven. Nee, je ziet het nog steeds niet. En pas als ik bijna hier aan de oppervlakte ben... Het is een heel klein beetje. Dan zie je het. Dus dat is wel heel erg leuk. Het lammetje is bijna helemaal verdwenen. Ik zeg bijna, want mijn dochter zegt net, mama, ik vind nog wat zieligs in bad. En wat zijn dat? Dat zijn de oogjes. Dat zijn de oogjes. Nou, wij gaan deze video afsluiten. Jullie zien dat het water is nog steeds mooi. Ja, melkachtig. Ik vond dat echt een verrassing. En inderdaad, dat is nu wel verdwenen, maar... Oké, dat waren schattige voetjes. Maar op de oppervlakte had je een laag wit schuim wat je dan zo eruit kon scheppen. Maar dat is inmiddels door spelen helemaal verdwenen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden voor nu. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!